Mevrouw de minister, herinnert u 6 oktober vorig jaar? Toen zat u daar met een schaar op uw bureau. En wat deed u? Een lok uit uw haar knippen, met nog enkele mooie dames hier uit het halfrond, dat moet ik wel toegeven, als protest tegen het vermoorden van Amini en Tegra. We zijn ongeveer iets meer dan een half jaar later. 14 dagen na de vrijlating van Olivier van de Castelen. En wat doet u? U geeft een visum aan een van die moordenaars van mevrouw Amini. En u doet dat op verzoek van de wereldverbeteraars van onze socialistische familie. Beeld u een keer in. Meneer Pascal Smet, om dan te gaan paraderen naast meneer Kloze. Ik dacht dat dat dezelfde mensen waren die Emir Ketier uit de partij gestoten hadden, omdat hij de grijze wolven had ontvangen. Maar tijden veranderen. En u geeft dat aan Alireza Zakani, een van die moordenaars. Iemand die tot de paramilitaire militie behoorde van de Iraanse revolutionaire garde. Dat zijn de mannen die holubis martelen. Dat zijn de mannen die de vrouwen zonder hoofddoek vervolgen, afranselen en desnoods opgangen. En het is nog niet genoeg dat het om Iraniërs gaat. Wat blijkt dat er nu ook nog een paar Russen, onder andere de vice-burgemeester van Kazan, ook een visum gekregen heeft. In tijden van oorlog, dat de Russen niet buiten mogen, alle officiëlen. Dan vraag ik mij toch af, wat heeft u bezield om dat te doen? Ik denk dat u ook waarschijnlijk een visum zou gegeven hebben aan de burgemeester van Berlijn in de tijd van Hitler. En ik heb 3 vragen, mevrouw. Is dit een onderdeel van de Van de Castelen deal? Wat is het? Ik zou niet lachen. Ik zou echt niet lachen, maar wat dat er hier gebeurt, mevrouw. Nationaal Crisiscentrum. Wat was het advies van het Nationaal Crisiscentrum? En was er ook een advies van de staatsveiligheid? Ik wacht op een deftig antwoord, mevrouw. Mevrouw, er is maar 1 persoon verantwoordelijk voor het afleveren van visa. En dat bent u. Dat bent u. En ik zou geen lok uit mijn haar niet meer snijden. Ik zou me uit eerlijke schaamte voor het lot van Amini zelf kaart scheren. Ik zal u een voorbeeld geven. In feite moet u ontslag nemen, mevrouw. Echt waar. Ik ga u het voorbeeld geven. In 1991 was er hier de Silco-gijzeling. En na die gijzeling hebben we hier bezoek gekregen van een Palestijnse terrorist. Een zekere Walid Khaled. Ook in die overeenkomst met het vrijlating van de Silco-gijzelaars. En wie heeft er toen een visum gegeven? Een zekere Mark Eiskens. En men vroeg aan die Mark Eiskens, als minister van Buitenlandse Zaken, achteraf voor dergelijke blunder. Waarom heb je geen ontslag genomen? Ik ga letterlijk zeggen wat meneer Mark Eiskens toen antwoordde. Dat hij in elk ander land, zelfs in een bananenrepubliek, mevrouw, ontslag zou nemen. Maar niet in een apenland als België. Ik dank u.